Dag dames en heren, welkom bij Valeidoscoop, het programma van Ede TV. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Ongerustheid bij burgers over straling van zendmasten. Kiwanis Ede gaf de patiënten van karakter een leuke dag. Ernst Daniel Smit zong in Bosbad Lunteren. Issy Paris, een nieuwe zaak in Ede Centrum. Vier kunstenaars exposeerden in Kernhem. Mijn naam is Schoneveld Wageningen. Ik praat namens de stichting Elektrohypersensitiviteit. Ik was ook een van de personen die zojuist op het toneel stond in verband met mijn persoonlijke problemen met elektromagnetische velden. Dat iets wetenschappelijk onderbouwd is of niet? Vond de commissie dat er wel voldoende wetenschappelijk onderzoek was om überhaupt een blootstellingslimiet af te leiden? Ik zie op allerlei kaarten zie ik blauwe cirkels van 400 meter. Waar komt die 400 meter vandaan? Is dat bij elke eventjes UMTS-antenne hetzelfde of is dat ook nog te regelen middels bijvoorbeeld het vermogen? Ik ben de wet van de Kleefse Hoek en ik wil even terugkomen aan wethouder Van der Pol in het begin van de avond dat hij vertelde dat er zonder toestemming van de bewoners geen masten mogen geplaatst worden. Nou, dat heeft bij ons wel plaatsgevonden en wil ik vragen aan wethouder Van der Pol wat hij daarmee moet. Ik ben Karen Vollebrecht en ik heb even een vraag aan wethouder Van der Pol. Ik hoorde u in het begin van de avond zeggen dat u het advies geeft aan providers om geen masten te plaatsen in de buurt van scholen of iets dergelijks. Nou is er in de Rietkampen waar ik woon een mast geplaatst vlak naast een kinderdagverblijf en vlakbij scholen. Deze is wel onder de limiet van 9 meter, maar ik vind wel dat dan niet strookt met uw uitspraak. En met het artikel wat in de krant stond daarover. U hoorde enkele reacties over zendmasten. De initiatiefgroep Kindveilig Ede organiseerde een informatieavond in de Reehorst over GSM en UMTS-masten. U kent ze, deze masten op hoge gebouwen in Ede. Zijn de gezondheidsklachten terecht? Heeft straling invloed op de mensen? Vele honderden handtekeningen uit diverse wijken van Ede zijn aan wethouder Van der Pol overhandigd. Vele ingezonden stukken in lokale kranten. Op 11 september jongstleden 300 belangstellenden voor deze avond, waaronder zo'n 30 personen met gezondheidsklachten. Gineke van der Brug wil daar iets meer over kwijt. Gineke uit de Zeeheldenbuurt. Staan daar masten? Ja, het staat op een hoogspannings... Mast staat vlakbij de middelbare school, staat Zendmast onder andere. Heb je zelf een mobieltje? Ja, maar die gebruik ik zeer spaarzaam. Ja. Express? Ja, uiteraard. Niet vanwege de kosten bijvoorbeeld? Nee, ook, maar zeker vanwege de gezondheid. Nou, daar hebben we het al, de gezondheid. Want we zagen dat er ruim 25 uit de zaal naar het podium liepen. En die hadden allemaal klachten, gezondheidsklachten. En daar was jij er een van. Ja, dat klopt. Heb je goed gezien. Welke klachten? Slapeloosheid, slaapproblemen, vermoeidheid. En als we dichter bij een zendmast, we hebben bijvoorbeeld bij een wandelvakantie, we waren moe, we wouden ergens bij een camping gaan. Er was een zo'n hoge, sterke mast dat we, mijn dochter en ik, helemaal misselijk ervan werden. Dus we zijn vermoeid als we waren, toch kilometers verder gelopen. Wat al aangeeft dat je er, ik weet niet of je ooit een wandelvakantie hebt gedaan, maar dan weet je dat je vermoeid een dag toch. Dus die klachten die vanavond genoemd werden, zoals hoofdpijn en vermoeidheid en slapeloosheid, dat klopte? Met name de vermoeidheid en de slaapproblemen, ja. En hoe heb je dat dan verder verwerkt? Ben je naar de huisarts gegaan of heb je iemand aangeschreven die met die massa te maken heeft? Ik heb het grootste probleem van ons is dat we vlak bij de hoogspanning wonen en ik heb de NUON gebeld, de elektriciteitsvoorziener daar. En daar wouden ze me, nou daar heb ik half uur, drie kwartier, uur aan de lijn gehangen en ik werd steeds niet doorverbonden totdat ik dreigde met een rechtszaak. En toen werd ik verbonden met de afdeling techniek. En die wist mij te vertellen dat het de verantwoordelijkheid is van de gemeente dat daar die hoogspanning bovengronds in een woonwijk loopt. En dat als er maar genoeg protest komt van de bewoners, dat er dan wat aan gedaan wordt. En ik heb het huis verkocht, ik verhuis. En toen naar de gemeente gegaan? Nee, omdat we toch plannen hadden te gaan verhuizen. Dus ik heb heel laf gedacht van, nou, ik verhuis.
Natuurlijk vroegen we ook een reactie aan wethouder van der Pol. Er is, zo bleek ook uit de reacties van de zaal, wantrouwen van de mensen over de politiek. De achterdocht, die merk je bij mensen. Nu hebben we lessen geleerd uit longkanker als gevolg van het roken. Ja? Andere ziektes, daar hebben we ook allerlei ervaring mee opgedaan. En telkens weer moet er dus blijkbaar jarenlang over nagedacht worden, terwijl men het eigenlijk wetenschappelijk misschien zelfs wel weet al. Als er de idee bestaat dat de wetenschap dingen versjoemelt op dit terrein, dan ben ik ervan overtuigd dat er in Nederland wetenschappers rondlopen die op wetenschappelijk niveau dat durven aankaarten, ook bij de Kamer durven aankaarten. Dat gebeurt niet. En daaruit denk ik dat dit wetenschappelijke integriteit niet aan de orde is. Maar de mensen die ervan overtuigd zijn dat er gesjoemeld wordt, die kan ik daar niet mee overtuigen. Nee. Heb je zelf een mobieltje? Ja. Hij staat uit. Ja, maar zelfs als hij uitstaat, is er toch straling. Ja, maar ik begreep ook van de mensen stralingsgevoelig wat door deze zaal, de REOST, dat aan alle kanten straling is, want er zijn TL-buizen. Het was ook een voorbeeld, als je dus echt stralingsvrij, dan heb je een heel moeilijk leven. Waterbed niet, gewoon draagbare telefoon thuis niet, magnetron niet, televisie eigenlijk niet. En in deze samenleving, die zit vol met elektromagnetische straling en het wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat daar geen gezondheidsrisico bij is. En ik vind het ook in die zin wel gevaarlijk dat mensen denken, ja, maar ik voel me toch, en dat zal wel komen door straling. En dat is, mensen moeten zichzelf ook niet... Dat geeft het onrustig gevoel. Dat geeft een onrustig gevoel. En tegelijkertijd zijn er mensen die hebben serieuze klachten. Komt dat door straling, komt dat ergens anders door? Nou, dat moet gewoon, die mensen moeten gewoon vanuit de medische wetenschap bekeken worden waar het aan ligt. En er zijn inderdaad mensen die elektromagnetisch gevoelig zijn, maar dat zijn er maar enkele. De zendmastendiscussie is nog lang niet afgelopen. De gemeenteraad van Ede zal binnenkort een besluit nemen over het spreidingsplan in de gemeente. Serving the children, in dienst van de kinderen. Deze uitdrukking bracht Kiwanis afdeling Ede vrijdag 15 september in praktijk. De serviceclub had ruim 40 cabriolet-eigenaren bereid gevonden leerlingen van karakter, een instelling aan de Horelaan in Ede, een dagje mee te laten rijden. Rond 4 uur kwam de lange stoet al toeterend de markt oprijden. Om privacyredenen zijn we zeer terughoudend geweest kinderen in beeld te brengen. Barend Dam, voorzitter van Kiwanis Ede, kon terugzien op een fantastische dag. Barend, een drukke dag vandaag? Ja, een hele drukke dag. En het was ook een spannende dag voor ons of het mooi weer zou blijven. Je bent daar aan Barend Dam en je bent voorzitter van Kiwanis. Wat is Kiwanis? Kiwanis is een internationale organisatie en het behoort tot de serviceclubs. En ik denk dat iedereen wel begrijpt wat een serviceclub is. Mm-hmm. Ede is daar een onderdeel van? Ja, Ede is daar een onderdeel van. Er zijn ongeveer 40 of 50 Kiwani-clubs in Nederland. En de club in Ede, hoeveel leden? We hebben ongeveer 28 leden. Mannen, vrouwen? Mannen en vrouwen. Allemaal. Dat is niet bij alle serviceclubs zo, hè? Nou, het wordt wel steeds meer, maar bij ons gelukkig wel. Anders zou ik er ook nooit lid van geworden zijn. Goed, ik zei in het begin, een drukke dag vandaag. Jullie hebben ieder jaar, of misschien meerdere keren per jaar, activiteiten. Ja, dat klopt. We proberen ieder jaar een bepaald onderwerp of voor een bepaalde organisatie iets extra's te doen. En dit jaar hebben we de karakter uitgekozen. Het aardige is dat karakter, dat we vooral voor kinderen wat kunnen doen. En onze slogan van Kiwanis is Serve the Children. Dus we hebben nu ook een onderwerp dicht bij huis kunnen vinden. Dat we echt met kinderen wat kunnen doen. En onze actie voor karakter is nog niet ten einde. We hebben vandaag... Onderbreek je even. Ja? Wat is karakter? Karakter is een instelling hier in Ede. Waarin kinderen... dat zouden we eigenlijk daar natuurlijk moeten vragen. Maar het zijn kinderen die met veel begeleiding op school zitten. Die wonen daar van zondagavond tot zaterdagmorgen. Ja, aan de Horalaan, hè? Dat is aan de Horalaan, ja. En waarom hebben jullie juist karakter uitgekozen? Omdat daar veel kinderen zijn die veel zorg moeten hebben. En we vinden het leuk om juist voor die kinderen wat extra's te doen. Je bent meegereden. Hoe was hun reactie?
Ja, dat was fantastisch. Die twee kinderen die bij mij achter in de auto zaten, die hadden het gevoel dat ze de koning en de koningin waren. Want overal stopten de auto's voor ze en ze zwaaiden naar ze. Ja, dat vonden ze fantastisch. Een ijsje onderweg, rennen naar de dierentuin. Dat is natuurlijk zijn prachtige punt om eventjes die kinderen wat te laten zien. Ja, dat is geweldig. En ja, die dieren vinden ze natuurlijk ook heel mooi. En het leuke is dat alles gesponsord is. We hebben het georganiseerd. Maar het heeft verder helemaal niets gekost. Iedereen heeft meteen spontaan ja gezegd om iets te doen. Soms voor de broodjes, voor de dierentuin. Alles is gesponsord geweest. En wij zijn nog niet klaar met iets te doen voor karakter. We hebben in december een diner. Daar kan je dan een kaartje voor kopen. Een charity dinner. En we willen daar dan, voor de opbrengst wordt er een bus voor karakter gekocht. Nou, laatste vraag. Waarom hebben de instelling waar karakter dus onder valt geld nodig? Nou, heel veel wordt natuurlijk gewoon betaald door de overheid. Maar er zijn ook een aantal dingen, dat zijn zeg maar de net wat luxere dingen, die worden niet gesubsidieerd. En vandaar dat wij ons daar graag voor in willen zetten. Er was veel belangstelling voor het concert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van KNA Lunteren. Duizenden mensen trotseerden de regenbuien om te genieten van een heerlijke avond muziek met het Gelders Opera en Operettengezelschap, Ernst Daniel Smit en natuurlijk het 100-jarige KNA. Gerrit van Dijk, voorzitter KNA Lunteren. Kunst na arbeid. 100 jaar bestaan. Feestje vanavond, hè? Ja, gelukkig wel. We hopen dat het droog blijft natuurlijk. We hebben net nog even gecheckt in Wageningen. En het werkt allemaal mee. Dus ja, het kan een leuke avond gaan worden. Van de trekpleisters van de avond was de zanger Ernst Daniel Smit. Bij menigeen bekend door onder meer het tv-programma Una Voce Particolare. Hij nam uitgebreid de tijd om ons te woord te staan. Je bent niet voor de eerste keer in Ede, hè? Nee, ik ben niet voor de eerste keer in Ede en niet voor de eerste keer in... Wel, nee, ook niet voor de eerste keer in Lunteren, want we hebben ook een nieuwjaarsconcert gedaan, geloof ik, een tijdje geleden. En nou, de Luntenaren zijn wel trouw. Als ik mag geloven, er is een geweldige opkomst worden verwacht vanavond. 2.500 mensen. Nou, dat strekt me wel tot enorm tot eer natuurlijk. Hè? Dus het moet wel waarmaken, je moet goed zingen. En zorgen dat de 100-jarige fanfare zich niet hoeft te schamen voor je. Je bent een jongen uit Achterhoek, beroemd in Nederland. Is dat een jongensdroom? Uit Achterhoek bedoel je? Ja, nee, ik weet wat je bedoelt hoor. Nee, het is... van je werk, van je beroep je werk mogen maken. Je leven lang graag willen zingen. Of nou in een kerkkoortje is waar je begint met je vader en moeder en vier broers en zussen. Met 6, 7 man op zo'n koortje. Dat je de passie ontdekt om te zingen, totdat je het als beroep mag doen, ervoor betaald krijgt, heel netjes voor betaald krijgt. Applaus krijgen, waardering van mensen krijgen. Ja, ik denk dat het de droom van iedereen is. Ik bedoel, jullie maken televisie samen. Jullie willen ook heel graag erkenning, heel graag gewaardeerd worden. En nou ja, ik krijg dat dus. Dat is mijn mazzel, omdat ik weer met het hoofd op het scherm ben. Jullie staan erachter, jullie maken het allemaal mogelijk. Maar ik mag het oogsten. En dat is een jongensdroom, om dat te mogen doen waar je hart ligt, dat is de jongens. De rest is allemaal weer bijkomstigheid, beroemd zijn, gratis hotelovernachtingen, gratis drank. Het is allemaal bijkomstigheid. Heb
je ook invloed gehad op het repertoire wat vanavond gespeeld wordt? Ja, dat is zo. Hij heeft een, noem het voor het gemak maar even een playlist. Dan geeft hij aan wat voor nummers en welke arrangementen er zijn. Dan kiezen wij een aantal nummers uit. Dat gaat dan weer terug naar Ernst Daniël. En die geeft dan zijn goedkeuring. En nou, een paar nummers gaan eruit, maar het leeuwendeel blijft wel over. Je hebt een heel verschillend repertoire. Heb je dat bewust gedaan de afgelopen jaren? Ja, ik vind dat je niet moet laten vangen voor één gat dat je... Ik bedoel, Caruso, hij is pas overleden, Pavarotti. En zijn grote partner. Ze hebben ook van alles gezongen. Richard Taube, Joseph Schmid, Mario Lanza. Ze hebben van alles gezongen. Alleen als je het in Nederland doet, vindt men dat een beetje raar. Omdat wij denken dat we voor elk hokje onze eigen zangers hebben. En dat betekent dus dat als je een bariton bent, dan doe je alleen maar dat. En doe je geen musical, dan doe je geen Nederlandstalig lied. Dan doe je geen Wim Sonneveld toestanden. Dan doe je ook niet Heer Wees Mijn Gids. Je doet dat niet. Je doet alleen maar opera. Nou, dat heb ik nooit gewild. Dat heb ik ook nooit geambieerd. Ik wil gewoon zingen. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Ik moet wel kunnen zingen. Pop en rock wordt toch wat moeilijker voor mij. Maar overal waar mijn hart ligt, wil ik gewoon doen. En ik ben zo brutaal, ik doe het gewoon. En zo bereik je natuurlijk wel een grotere groep mensen. Absoluut, je kunt heel veel mensen bereiken. En je kunt mensen laten genieten van... Kijk, er wordt heel verheven naar opera gekeken. Hè? Wat doe je dan? Nou, opera is heel moeilijk, hè? Dan moet je... Maar je kunt ook gewoon praten. En dat betekent dus dat je heel gewoon het dorp zou kunnen zingen. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Weet je... Alles komt van het gewone en het bijzondere maakt het bijzonder. Dus ik geloof ook niet, hij is zo lekker gewoon gebleven. Okay. Dat moet je nooit roepen, want niemand is gewoon. Gewoon ligt op de kerkhof. Wij zijn allemaal bijzonder en iedereen heeft zijn eigen tik en zijn eigen herkenningspunten. En ik ben op mijn manier bijzonder. Hoe zit het met de chemie tussen jou en het KNA-orkest? Ja, het is geweldig leuk. Het is de tweede keer dat ik ermee zing. Het zijn blazers die ongelooflijk hard werken. En volgens mij hun embouchure vandaag weer gerepeteerd. We kregen kletterende regen over ons heen. Geluid wat af en toe haperde omdat er een kortsluiting was. En al die dingen. We hebben, maar zoals het zo vaak is, een slechte generale is een hele goede voorstelling. En daar houden we ons aan vast. Ik weet wel dat het gewoon... elke keer weer een geweldige ervaring is om met amateurorkesten... en dan dit is een van de betere, te mogen werken. En mensen studeren daar maanden op... en jij komt dan gewoon even een dagje repeteren en jij gaat met de eerste rijk. Een groot deel zal komen, dat jij komt als bekende Nederlander... en van televisie, geeft altijd weer iets extra's. Natuurlijk komen mensen voor het orkest, natuurlijk, 100%. Maar dat die dikke erbij loopt met die smoel van de televisie... dat vinden ze toch wel heel leuk. Dus... Ja, en die kan natuurlijk niet zonder dat orkest, hè? Nou, er is alleen muziek maken is zo saai. Het is werkelijk helemaal niks. Dus gewoon lekker met mensen die met passie spelen... en dat doen ze allemaal. Met passie spelen, heel gedisciplineerd, heel goed, heel alert. Goed op elkaar letten, goed naar elkaar luisteren. En dan vooral, als je dat allemaal in de greep hebt, ervan genieten... Dat is het enige wat telt. Als jij geniet, straal je eruit en het publiek geniet. En dat kan niet anders eens goed gaan. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Hoe is het met Una Voce Particolare? Ik hoop dat wij vanaf januari, februari weer met de opstart kunnen beginnen. Dat we in de zomer een nieuwe serie opnemen die van de winter gaan uitzenden. Het zou het 10e jaar zijn.
Het is toegezegd door de NCV, het staat in het schema, dus het gaat gebeuren. Voor de rest staat er nog bij de kanon. Ik ga de kanon van Nederland, 16 afleveringen de kanon maken. De 50 belangrijkste momenten in onze geschiedenis. Dan zijn we verder aan de vooraan van de doorstart van de drie baritons. Marco Bakker, Henk Poort en Zaniel Smit. We gaan een lijvige tournee volgend jaar theater inzetten. We gaan aftrappen in Theater Carré. Dat wordt een heel groot evenement. Op DVD, op CD, op televisie en met allemaal speciale dingen. Dus er is heel veel werk in de winkel. Bevlogen mens, merk ik wel. Ja, ik ben gek op wat ik mag doen en ik ben daar ongelooflijk blij mee. Goed, dankjewel. Heel graag gedaan. We hopen natuurlijk dat het tot in volgende generaties allemaal door mag blijven gaan. Want zo zit het wel, hè, Bekana? Zo zit het wel. We zijn een dorpsvereniging met een regionale functie. Maar we houden het liever op de kleine gemeenschap. Maandag 17 september werd in het pand van Ici Paris XL een kapsalon geopend. Hair and Beauty. Ici Paris biedt nu een totaalpakket aan. Wij namen een kijkje in het vernieuwde pand. Bert, een tweede zaak in Ede of moet ik dat heel anders zien? Ja, dat moet je anders zien. Ik ben gevraagd om het advies te geven voor Ici Paris XL. Dus de jaren know-how die ik heb in het kappersvak heb ik gedeeld met hun om een nieuw concept neer te zetten hier in Ede. In combinatie. Wat houdt dat concept in? Het concept houdt in dat er nu ook een kapsalon bij komt. En dat we heel veel dingen uit verkoop, uit service of service uit verkoop gaan doen. Dus dat betekent dat mensen buiten dat ze hun haar laten doen hier zo. En hun kleuringen in hun haar laten doen. Ook heel veel gebruik kunnen maken van een eyebrow bar, een nail bar. Maar ook van een schoonheidssalon. En binnen het kappersgebeuren is het gewoon net zoiets als people behind the mirror? Nee, het is een totaal ander concept. Dat is ook het mooie ervan. Dat ik mijn ideeën heb mogen delen met Ici Paris XL. En in die zin is dat we hier heel erg gaan kijken naar gezichtsvormen van mensen. Maar ook naar natuurlijke haarkleuren. En het concept bestaat uit van schoonheid naar beauty. Je moet hier niet extreme dingen gaan verwachten. Maar gewoon hele mooie haarkleuring. En mensen op een natuurlijke manier mooi maken. Dat is wat we graag willen. Zeg Anna, een kapsalon erbij in, dat is toch wel heel wat anders. Waarom wilden jullie dat graag bij Ici Paris XL? Nou, dat klopt, het is een uitdaging op zich, hè, om nu in de kappersbranche dat we ons nu begeven. Maar wij wilden een verlengstuk voor onze winkel hebben. Dus naast visagie, huidverzorging, eigenlijk het totaalplaatje aan de klant bieden. Waar dus ook haar natuurlijk bij hoort. Dus vandaar dat we op het idee van een kapsalon zijn gekomen. Nou vind ik het, als ik die zaak zo bekijk, ook een extra verlenging. Want deze ruimte, wat was dat voorheen? Voorheen was het de winkel nog. Hadden we het visagie gedeelte achter in de winkel. Maar het bleek ook in de praktijk niet echt praktisch te zijn. Dus vandaar dat ruimte is ontstaan van kapsalon. Nu bestaat Ici Paris al bijna 2 jaar, hè, hier in Ede. Waren jullie niet eerder op het idee gekomen? Gaandeweg. Wel dat de winkel vrij groot was voor de ruimte op zich. Maar het idee is gaandeweg ontstaan. Moet er hier op afspraak gewerkt worden? Ja, we zullen in de kapsalon op afspraak gaan werken. Ja. Veel succes. Thank you.
Want ik stel het toch wel erg op prijs om hier, al ben ik participant, een bijdrage te mogen leveren aan de expositie van het kwartet Elisabeth Christene, Kees Kool, Twan Simons en Wijnand Stemers. Voor maart 2007 was Twan zo vriendelijk en zo attent om ons gevieren in zijn huis bijeen te roepen en een groepje mensen met elkaar kennis te laten maken die elkaar voorheen oppervlakkig of nader kenden. Ik werd door het schilderij van Kees Kool, wat u aan die zijde zit, aan de wand, geïnspireerd tot het volgende gedicht. Ik heb willen vermijden om een kunsthistorisch praatje te houden. Er zijn al genoeg mensen in Nederland die dat doen. En voor mij kan de kunst, voor mij persoonlijk, kan de kunst niet persoonlijk genoeg zijn. Dit is dus zuiver een impressie die ik in taal heb vertaald. Dus bij dit schilderij van Kees Kool, getiteld Landschap, maakte ik de volgende tekst. Willen kunnen kalmeren mijn rode haren. Het trillend lover walmt mijn einder rouge. Een vullen mogen bolt gretig menige boezeroen. Lief. Trek mij dan loonwaar af van Toulouse. Bleu is mijn gras, fris als het nieuwe fatsoen. Weldra keren zwarte blouses weder in de mode. Onder zakjes blauw die persil tegen de wolken vloeken. Vierkant verzet tegen vervlogen jaren die zeer rode. Voortspokend onder water. Onderwijl het bazige zoeken van het plamuurmes uitstrijkjes toe te delen aan twee doeken. Maar zo gespleten baat het licht graag pootje. Het volgende gedicht heet De Ivoren Toren. Bij een kunstwerk van Elisabeth Christensen, te gelegenheid van deze tentoonstelling. Het is een werk in lood. Mag ik, nu ik niet langer open lig, voor u hangen? Eerst op mijn vloeibaarst leefde ik ongebutst. Moest ik voor deze vorm alle slagen opvangen? Stollen wou ik. Stollen in mijn onrust. Een vreemde kleur besloeg mijn verlangen. De grauwtint van uw golven op mijn kust. Wat schoonheid heette, heeft zich verhangen. Ik ben haar embryo door u verprutst. Delven archeologen mij ooit op uit oude aarde, waarin zelfs menig lijk uit de vergetelheid opstaat. Sta ik dan weer in het lood, zodra u daaruit opstaat? Ik ben het embryo dat niet in de dood bedaarde. PS, let niet op die witte schoentjes midden voor. Die verloor ik tijdens mijn vlucht naar een nieuwe toren van ivoor. Prachtige gedichten heeft u gemaakt op een aantal schilderijen die hier te zien zijn. Heeft u die schilderijen zelf uitgekozen? Ik heb zelf de keuze van de schilderijen gemaakt. En daarbij heb ik dus bij elk gekozen schilderij heb ik een gedicht geschreven. In vier verschillende stijlen. Omdat het ook vier verschillende soorten werken zijn, kunstwerken? Omdat het vier verschillende soorten werken zijn, maar ook omdat ik een kunstenaar ben uit de school van Pessoa. En ik heb dus meer dan één stijl. Zowel in mijn poëzie als in mijn schilderijen. Was het nou erg moeilijk om een gedicht te maken op deze werken, want
Ja, het is inderdaad erg verschillend, maar sommige zijn ook een beetje abstract. Is het dan wat moeilijker? Nou, het houvast is het schilderij en mijn eigen gedachten en opwellingen. En die zijn soms heel divers en dat hangt weer af van het werken wat zich aan me voordoet. Maar dus ook heel persoonlijk? Het is altijd persoonlijk en ik weet dat het schilderij wat ik verdicht ook persoonlijk is. Maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de invloed van muziek op poëzie, van poëzie op schilderkunst, van filosofie op schilderkunst. Mijn eigen schilderijen zijn ook mede filosofisch. Er ligt altijd een idee of een aantal ideeën aan ten grondslag. Ik wil toch een beetje het persoonlijke element ook bij betrekken, want we staan hier voor een schilderij en dat heet De Verhuizing van Salvataplein 16. U heeft daar een antiquariaat gehad en u moest daar uit. Dus ja, dit is heel erg autobiografisch. Jazeker. Over dit schilderij zou je kunnen zeggen, heb ik 18 jaar gedaan. Want hier zit een aantal herinneringen in verwerkt. Daar zit mijn tijdelijke gehechtheid van 18 jaar weliswaar, is daarmee verbonden. En de drie hoofdvlakken die u erin zit, dat zijn ook de drie ramen van de bovenwoning, boven het antiquariaat op het Salvataplein 16 in Wageningen. En nu, hoe ziet de toekomst eruit? Ik ben nu verhuisd naar Bergstraat 5 in Wageningen. En daar heb ik constant expositie van mijn eigen werk en ook dat van anderen. Maar ik verkoop ook de schilderijen van de oudere schilders, van de Veluwezoom onder andere. Dus naast een antiquariaat van boeken nu ook een kunsthandel? Ja, ik doe kunsthandel, uitgeverij en antiquariaat. En de uitgeverij heb ik, zoals Van Oorschot ooit zei, als een wapen bij de hand voor als het nodig is om weer eens een boek uit te geven. Elisabeth Christussen, je hebt het gedicht gehoord van Wijnand Stemers over het kunstwerk van jou hier op deze expositie. Wat vond je van dat gedicht? Ik vond het gedicht ontzettend mooi. Ik ken dus Wijnand, geloof ik, al 13 jaar. En ik praat met Wijnand meerdere keer in de week. En wij doen dus heel veel gedachten uitwisselen. En wat we voelen, wat we denken, wat we vinden van de maatschappij. En Wijnand die kent mij dus heel erg goed, meer dan de meesten. En als hij een gedicht bij mijn werk schrijft, dan is dat gewoon, hij kan een beetje wat ik verbeelde, wat ik denk en voelen, dat kan die verwoorden. Want het is natuurlijk ook zijn persoonlijke interpretatie van het kunstwerk. En dat spoort goed met wat jij op het oog had. Ja, dat spoort ontzettend goed met mijn werk, omdat wij elkaar zo lang kennen. En hij weet gewoon, als ik me goed voel of slecht voel. Nou, hij heeft gewoon dit heel erg goed gezien en verwoord, wat ik verbeeld heb. Het is heel mooi. Het is gemaakt van lood met kinderschoentjes. En we staan hier voor een paar werken en dat ziet er ook uit als lood, maar dit is geen lood. Het werk hier achter mij, dat lijkt op lood en iedereen denkt dat het van lood is, maar het is van rubber, het zijn van fietsbanden. Dit was het weer wat betreft Valeidoscoop. Reacties kunt u mailen naar valeidoscoop@lokaleomroepede.nl. Dank u voor het kijken en graag tot een volgende keer.